Hey iedereen, welkom bij Vlogmas dag 28. Het is vandaag dinsdag 28 december. Het is bijna 9:30 en binnen 10 minuutjes ga ik naar mijn werk vertrekken. Ik ben aangekleed, ik heb mijn make-up gedaan, ik heb mijn haar gestyled. En ik ben net nog bezig geweest met mijn vlog te uploaden, thumbnail te maken en de content ook op mijn Instagram te plaatsen. Ik moet dus werken van 10 tot 6 vandaag en na het werk wil ik mij eigenlijk bezig gaan houden met mijn YouTube muziek uit te zoeken. Het zit namelijk zo, ik heb een hele lijst op mijn laptop, maar echt, die lijst gaat nog super ver door. Met allemaal liedjes wat ik door de jaren heen zeg maar verzameld heb, wat auteursrechtvrij is voor op YouTube te plaatsen onder mijn video's. Maar daar zitten zoveel muziekjes bij wat ik of niet meer gebruik of echt niet meer leuk vind. En ik wil het een beetje meer sorteren ook in mapjes. Bijvoorbeeld een mapje vlogmas, dus echt met kerstgerelateerde muziek. Een mapje fitness, een mapje beauty zeg maar, bijvoorbeeld met ochtendroutines of make-up video's. Waarbij het dan leuk is om een bepaald muziekje te zetten. Want nu heb ik totaal geen overzicht. Het staat gewoon allemaal bij elkaar. En het is een bij elkaar raapsel van 2013 tot nu 2021. Dus dat is echt heel veel muziek. Dus daar wil ik me straks eigenlijk echt mee gaan bezighouden. En ja, ik denk dat ik daar wel een aantal uurtjes zoet mee ga zijn. Maar eerst werken. Ik heb ondertussen ook avond gegeten, gedoucht en een chillpak aangedaan. En ik heb mij ook bezig gehouden met heel mijn YouTube muziek uit te zoeken. Dat had ik daar straks gezegd dat ik dat zou doen. Ik ben er echt, denk ik, ja, langer dan een uur mee bezig geweest. Ik zei daar straks, ik ga er uren werk aan hebben. Dat was een beetje overdreven. Ik ga het jullie ook laten zien. Ik ben super satisfied en tevreden met het resultaat. En ja, dat was dus zoals ik zei muziek opgespaard van 2013 tot 2021. Dus er waren liedjes bij waarvan ik dacht, hoezo dacht ik dat ik dat ooit voor YouTube video's zou gebruiken. En het leuke eraan is dat ik ook liedjes heb herontdekt, aangezien ik vaak dezelfde gebruik. Heel veel niet meer wist hoe dat ze gingen. Ik heb echt elk liedje één voor één afgespeeld. Dus ik heb ook weer liedjes herontdekt, dus dat is super leuk. Maar ik ga jullie het eventjes laten zien. Ik had eigenlijk ook de before moeten filmen, maar dit stond dus volledig vol door elkaar met YouTube muziek. Ik had geen mapjes, niks. Dus er was totaal geen overzicht van wat voor soort muziek het was of dergelijke. Je kon ook echt nog super ver naar beneden scrollen. Ja, het was een super lange lijst. Dus ik ben ieder liedje apart afgegaan. Nu heb ik hier twee mapjes gemaakt. Dit zijn video's, dat heeft niks met YouTube te maken. Nu heb ik twee mapjes gemaakt met YouTube muziek. En dit is wat er van overblijft. Ik ben kei satisfied tot dit het is. Er kan natuurlijk altijd bij komen. Om de zoveel tijd zoek ik ook nieuwe liedjes op. Ik heb er nu er straks ook nog een paar opgezocht voor bij mijn fitness delen van mijn vlog. Voor de rest ben ik heel blij met de andere muziek. Want ja, er zijn dus zoals ik zei dingen wat ik herontdekt heb. Dus die kan ik nu vaker gaan gebruiken. Dus dit is wat overblijft voor de gewone YouTube video's. Heel blij mee. En dan heb ik ook een mapje gemaakt met kerstmis YouTube muziek. Dus voor onder andere tijdens vlogmas of tijdens andere kerstgerelateerde video's in december zijn dit alle kerstliedjes. Super fijn dat ik daar nu ook een apart mapje van heb en gewoon echt duidelijk het overzicht heb. Dus ik ben heel blij met het resultaat. En zoals ik zei ben ik hier dus wel eventjes zoet mee geweest. Maar ik vond het super leuk om te doen. Gewoon ontspannen, chill en dat. Morgen heb ik dus vrij. Ik ga morgenochtend sporten met mijn papa. Ik moet benen trainen. Papa moet wel iets anders, maar hij helpt me sowieso bij de oefening om mij te coachen. En in de middag komt 11 normaal gezien. Ik ga morgen ook twee YouTube video's filmen. Ik ga mijn What I Got For Christmas filmen en mijn ultieme beauty favorieten van 2021. Dus morgen wordt het een draaidagje voor mij. Super veel zin in, heel erg leuk. En nu gaan we nog samen met het gezin een Netflix film kijken. Of ja, film op Netflix. Geen idee welke, dat gaan we dadelijk zien. Ja, vandaag heb ik voor de rest de hele dag gewerkt. Dus heel veel gevlogd heb ik niet.
Maar ik wil jullie wel even mededelen tot ik aan mijn YouTube-muziek gewerkt heb. Dus dat is de planning geweest voor de avond. En nu fijn relaxen en film kijken. Het is ondertussen bijna 11 uur en we hebben net een film gekeken op Netflix. Fantasy Island was echt een hele leuke film. Echt een aanrader. Staat dus gewoon op Netflix. En nu ga ik fijn slapen. Morgen gaat de wekker om 8 uur, want ik ga om 9 uur sporten. En ik ga nu nog mijn vlog bewerken. En dan ga ik ook lekker slapen. Ik hoop dat jullie vandaag weer leuk vonden. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!